René, de goede lijn zetten jullie mooi door zo hoor. Ja, lijkt me wel. 6-1. Uh, ja, dat had je vooraf niet uh, kunnen bedenken. Maar uh, nee, 6-1 is dik terecht. Ik denk uh, deze topper in de zaterdag hoofdklasse uh, vandaag uh, ja, verdient gewonnen. 6-1. Zorgt het uh, hoge tempo voor jullie voor de onmachtigheid van, uh, van Putten? Nou, weet ik niet. Ik vind gewoon dat we gewoon in de eerste helft gewoon echt supergoed hebben gespeeld. En uh, dit is graag wat we willen. Uh, ja, ben je, het is op dit moment wel heel, heel erg mooi om dit moment uh, om trainen te zijn, Genemijen de ja, spatten er ook vanaf. Hè? Ja, nee, maar alles liep. Alles ging goed. Uh, het was een stukje van elkaar gunnen. Goede goals, goed uitgespeeld. Uh, van achteruit opbouwen. Naar voren toe. Uh, ja, echt alles zat in de eerste helft wat, we, wat me goed kon gaan. Dus het was, uh, ja, was, was genieten. Ja, jij was ook uh, belangrijk met twee doelpunten. Hè? Ja, tuurlijk. Uh, ik scoorde twee, go twee goals in de eerste helft. En, uh... Nou, daar sta je met 3-0 voor. Geeft een heel lekker gevoel. En dat je die wedstrijd uiteindelijk uh, wint met 6-1. Ah, dat is uh, super mooi voor de club, voor het team. En uh, laten we deze lijn gewoon doortrekken. Sowieso uh, was het ene uh, doelpunt nog mooier dan het andere? Ja, ik heb vandaag echt uh, hele mooie goals gezien. Volgens mij was die van Kai de mooiste. Die ging op veel schijven. Van uh, link kan uh, binnen. Volgens mij is die hem goed vasthoudt, die hem aflegt op Kai. En Kai die hem fantastisch binnenschiet. Ja, dat zijn, dat zijn de mooie goals. En. Uh, gewoon het samenspel en ook in de eerste helft die steek, steekbal van Noer op mij binnendoor. Ja perfect, dan hoef je hem alleen als spitser of de keeper in te chippen en uh, ja, dat zijn mooie dingen om te zien. Goed in de rust hebben we ook gezegd 3-0, ja zij zullen wel moeten komen. Of je nou 3-0 of 4-0 het maakt voor hun niks uit. Ja, als ze dan gewoon, gewoon weer goed kamer uitkomen en we maken die goal van K. ja dat is, dat is de, het kerst op de taart. Is dit het voetbal wat je het hele seizoen wil, uh, graag wil zien? Nou ja, als je daarvoor kan tekenen, dan doe ik het. Maar dat, dat weet je nooit, je hebt met tegenstanders te maken. En vandaag, eh, gewoon, het liep gewoon. Hè. Het veldje dat, dat maakt het spel alleen maar sneller. Dus we waren gewoon echt in het voordeel. En we maken op de goede momenten goals. Uh, nou ja, En we hebben denk ik in de eerste uur niet een kans tegen gehad. Uh, misschien een schot van afstand, maar meer ook niet. En, uh, nee, het is uh, een mooie, mooie overwinning. Dit wil je liefst ook zaterdag op de mat brengen, maar als het... Uh als het soms wat minder gaat, dan moet je ook die wedstrijden gewoon kunnen winnen en dat, dat hebben we ook laten zien. Dus er zit nog veel rek in het team en uh, daar moeten we hard voor werken en uh, daar gaan we hard voor trainen en uh, ik hoop dat wedstrijd bij wedstrijd moet het stukje beter.